Welkom bij deze video over het identificeren en meten van talent met behulp van talentscans. Het aanbod aan instrumenten, methodieken en scans om talent te meten is enorm. In de praktijk wordt vaak vooral gekeken naar de praktische bruikbaarheid van een scan. Wat kost het aan tijd en geld en levert het een goed rapport op? Daardoor wordt de kwaliteit soms uit het oog verloren, terwijl dit helemaal niet nodig is. Hoe besteed je als organisatie in de besluitvorming aandacht aan de kwaliteit en de bruikbaarheid van de scan? En wat zijn de juiste stappen bij het inzetten van een talentscan? Als je geen ervaring hebt met assessments en psychodiagnostiek, lijkt het ingewikkeld om de juiste keuzes te maken. In deze video behandelen we 8 checks die u kunnen helpen in het keuzeproces. Deze eerste check gaat over de aansluiting tussen de talentscan en de talentvisie van uw organisatie. Om het beste uit uw medewerkers te halen, heeft uw organisatie een duidelijke en gedeelde visie op talent nodig. En weet u welk talent u wilt aantrekken en ontwikkelen. Bij het inkopen of laten uitvoeren van een talentscan zoekt u naar die scans die optimaal aansluiten bij de doelstellingen en visie op talent van uw organisatie. Ziet u talent als iets exclusiefs of heeft iedereen sterke punten? Talentscans kunnen voor meerdere doelen worden ingezet. Selectie, ontwikkeling, loopbaanoriëntatie of functieverandering. Ook lopen scans nogal uiteen in welke kenmerken zij meten. Het traject begint met het helder krijgen van de vraag en de behoeften van de opdrachtgever. Het leidt ertoe dat helder wordt met welk doel een talentscan wordt ingezet en welke scan daar het beste bij past. Sommige scans meten maar één bepaald aspect van de medewerker, bijvoorbeeld alleen zijn of haar drijfveren. Daarmee geeft de talentscan ook maar inzicht in een klein deel van de kwaliteiten van de persoon. Deze derde check nodigt u uit om, afhankelijk van uw doel, na te denken over de vraag of de scan breed genoeg is of dat meerdere scans ingezet moeten worden om het potentieel van de medewerker te meten en een weloverwogen beslissing te nemen. Een goede scan is praktisch bruikbaar en goed onderbouwd. Essentieel daarbij is dat het instrument meet wat u wilt dat het zou moeten meten en dat het bij herhaald gebruik ook betrouwbare data oplevert zonder noemenswaardige meetfouten. Deze vierde check gaat over de controle van de kwaliteit van de scan, de validiteit en betrouwbaarheid. Meestal zijn deze aspecten door scanontwikkelaars vastgelegd in een handleiding. Voor veel scans zijn ook objectieve beoordelingen door externe instanties beschikbaar. Ga na of u hierover kunt beschikken. Transparantie over de voorbereiding, de uitvoering en het vervolg is de kern van check 5. Voor een medewerker kan de inzet van een talentscan namelijk spannend zijn en verwachtingen oproepen. Het is dan ook belangrijk dat u duidelijk aan uw medewerker communiceert wat er in het talentonderzoek gaat gebeuren, welke stappen er worden gezet en wat er achteraf met de resultaten van de talentscan worden gedaan. Het is ook goed om te weten wat uw medewerker verwacht. Belangen van beide partijen horen centraal te staan, zodat naar win-win situaties gezocht kan worden. De vraag bij deze zesde check prikkelt u na te denken of u de juiste expertise in huis heeft. Het inzetten van een scan vraagt namelijk om een zorgvuldige en deskundige voorbereiding en uitvoering. Sommige scans kunnen in-house worden uitgevoerd na specifieke training van uw HRM of opleidingsverantwoordelijke, terwijl voor andere scans de uitvoering en de interpretatie door externe experts noodzakelijk is. Alleen een scan afnemen is onvoldoende. Elke scanafname vraagt om een follow-up. Allereerst is een nabespreking van belang. Een gesprek waarin de medewerker de bevindingen bespreekt met een deskundige. Maar ook u als opdrachtgever heeft een rol in de follow-up. Het talentgesprek is het moment waarin u als opdrachtgever samen met uw medewerker afspraken maakt over de vervolgstappen door de medewerker zelf en door de organisatie. Het is goed om vooraf na te denken over de route na afname van de scan en de faciliteiten die daarvoor nodig zijn alvast te regelen. Met deze laatste check roepen wij u op om het gebruik van de talentscan in te bedden in een systematisch werkproces. Het doel was immers niet het meten van talent aan zich, maar het daadwerkelijk ontwikkelen of inzetten van het talent. Hiermee komen wij aan het einde van deze video. Wij wensen u een mooi traject met uw medewerker toe.